naar De Jong. Ja, die moest echt helemaal terugkomen. En De Jong heeft ook Pereiro bijgelopen. Hè? Want die heeft wat tegenlopen, dat was echt niet normaal. Je bent onbeleefd. Nee, maar het probleem is, volgens mij is dat een spits. Zeker. Weet je wel, dan moet je in de 16 meter van die andere komen. Nou, met die corner was hij er. Maar dan heel de wedstrijd, is hij niet meer in die 16 geweest. Nee, Jan, maar jij noemt zeer terecht De Jong, hoor. En die heeft heel veel verdedigend werk gedaan. Pereiro niet. Maar ook in balbezit heeft Pereiro niets gedaan. Nee. En dan had hij daar het verschil moeten maken. Maar die heeft gewoon niet meegedaan. Ze hebben met 10 man gespeeld. Maar op die positie waar hij kan spelen, moet hij zeggen, nou, ik leg ze neer voor. Zal die Pereiro een hekel aan mij hebben, denk ik. Dat denk ik. Hij is niet de enige, denk ik. Hij is niet de enige. Je mag best slaan. Nee, geen probleem. Want hij is een zwaargewichtklas. Hij slaat me zo neer. Maar Helene, dit is de laatste avond dat we hier hebben. Dat was me al duidelijk.